Eerder in House of Talent. Wie aan Justins nachtrust komt, komt aan hem. Jongens, ga alsjeblieft in de woonkamer zitten. Als je nou helemaal gelukkig bent. Ja, lekker in de woonkamer slapen. Verdomme. Oh, sorry. Nee, laat het even stil zijn. Ik heb een diss-rap geschreven. Ik ben boos op Samir, was boos. En ik dacht van, hoe ga ik daarmee om? Ik dacht, stop het in taal die hij snapt. We gaan een rap battle opzetten. Ja. Luister, vandaag om 5 uur daagt Justin jou uit voor een rap battle. Wat dan? En ik zeg je heel eerlijk, it's about to go down. Hele dag huilend op de bank, waarom toer niet door het land? Genoeg over je bolle kop, het zit niet mee, volgens mij is die gay. Wel, ik zoveel barretjes schrijf, gast, je klinkt echt als een wijf. Ik ga niet voor je liegen, ik kom echt met beledigende shit. Game is... Als hij verliest, kan echt niet. Hij is de rapper in het huis. Justin en Samir maken hun belofte waar en gaan de strijd aan in een rap battle. En aangezien dit de eerste ooit is in House of Talent, wordt het meteen bloedserieus aangepakt. Wat denk je ervan? Als wij gewoon al die palen op het podium gaan neerzetten? Zo, dus echt goud volgens mij dit. Fucking zwaar. Ik kwam er later bij, maar stiekem daardoor blij en dat ik jouw slappe gelul minder heb moeten doorstaan. Je wilt battelen tegen mij? Domme gek, met de gezeik van jou snap ik dat je bij Waylon niet gewonnen hebt. Bram kan helaas niet bij het beloofde spektakel aanwezig zijn. Hij verlaat het huis tijdelijk voor een uitzonderlijk optreden. Zijn fans komen namelijk bijeen in Woonboulevard Poortvliet voor een knus huiskamerconcert. Op naar Zeeland! Ladies and gentlemen! Welcome to the Vodafone venue! Rappapapa, de rap battle, dames en heren. In de eerste ronde, laat je even horen voor Justin Dumari! We hebben ook nog een andere gigant. Laat je horen voor Samir Sami! Zo veel zin in. Oh mijn god, hij heeft echt zo'n gangster beat. Ja. Yeah. Oh my god. Deze rap is misschien heel mooi. Echte rappers denken misschien van ha, maar gelukkig hoor je daar niet bij. Beter stopte je na bra. Hele dagen huilen op de bank. Waarom toer ik door het land? Terwijl ik zoveel barretjes schrijf. Gastje klinkt echt als een wijf. Over dames gesproken. Zogenaamd van 200 damesgenoten. Maar als er één iemand hier in Friendzone zit, dan is het Sami Sami. Je vraagt je af waarom niemand je wil boeken. Waarom je zonder cash je ten een bijbaantje moet zoeken. Je hebt liever een fles dan een pen vast. Liever je bed dan dat je rap gast. En als je toch met Quincy mee kan, dan zie je het als een drankteekrans. De eeuwige nummer 8, dat ben jij, man. Oh! Oh! Ik moet aan, man. Respect, kom hier. Oké. Okay. Nu moet ik zinnen maken over Justin. Maar elke zin met Justin erin, dat is een kutzin. Hij lijkt een beetje gay, maar toch heeft hij een kutzin. Een grote bek in het huis, maar hij is Justin. Maar genoeg over je bolle kop, want dat zit niet mee. Op tv zeg je dat je een vriendin hebt, volgens mij ben jij gay. Op je livestream is er niemand die er kijkt. Bij de meet and greet stond er niemand in je rij. Pas als jij vertrekt, dan pas maak je mensen blij. Justin, ik vind het echt knap van je. En ik vind dat je Sabir heel erg goed hebt gepakt op dingen die hij heeft meegemaakt en wat er is gebeurd. Dat vind ik echt heel goed, want je hebt eigenlijk alleen maar daarover geschreven. Ja. Jij kwam met een keiharde delivery, dus ik denk, ja, het gaat wel heel gelijk op. Het is wel lastig. Ja. Zullen jullie niet overleg geven? Hij zei wel feiten. Hij zei wel echt feiten. Dat, Ik vond het keihard, ik vond Justin keihard. Ik denk Sabir. Ik denk Sabir. Ik zeg heel eerlijk, Justin kwam harder dan Sabir. Dat is gewoon zo. Oké, boys. Jullie hebben het allebei supergoed gedaan. Maar degene die deze battle heeft gewonnen is... Justin Dumari!
Wij zijn aangekomen. Ik vind het super leuk dat ik daar nu voor hun mag komen spelen. Als het goed is, zijn er een paar mensen voor mij gekomen. Ik heb er heel veel zin in. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten, maar we gaan gewoon rocken. Ook voor de fans van Delani is het een bijzondere middag. Zij geeft namelijk een dansworkshop, zodat ze in het vervolg allemaal mee kunnen dansen op haar single Laat Niet Los. Hallo, loop maar naar binnen. Oh, we zijn met veel. Oké, we doen eerst eventjes alleen de benen, ja? Je been gaat naar voren en dan op je teen. Voren, op je teen. 5, 6, 7, 8. Los, los, laat het nog niet los. Superleuk. Het was iets knusser nog dan ik had verwacht. Ik had dit echt niet verwacht. Ik hoop dat ik hier binnenkort weer kan spelen. Op naar huis, op naar mijn lieve huisgenootjes. Ik heb zin ze weer te zien. En tot de volgende keer. Ciao. Elke keer als je op je voorste voet staat, gaat je borst ook vooruit. En dan gaat hij erachter. Dus dan is het ta 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 ta. En dan gaan je armen erbij en dan is het in één keer cool. Zullen we even op muziek doen? 5, 6, 7, 8. Los, los, laat het nog niet los. De artiesten krijgen bezoek van upcoming R&B-zanger James Watts. Hij heeft net een nieuwe single uit en komt deze graag laten zien met een bijbehorende opdracht. Nou, ik ga je eerst gewoon een clip laten zien. Dit is dus een van mijn laatste singles. En ik heb 25 oktober mijn eerste eigen soloconcert in de Paradiso. En nu wilde ik aan jullie vragen of jullie een eigen versie van het nummer kunnen maken. En de winnaar mag dan bij mij in de show met live band dit nummer gaan doen. Keihard. Tot ziens. Tot de volgende keer, hè. Doei, doei. Hoi, Brum. Hey, Jorikje. Hoe was het? Ja, het was superleuk, man. Ik wil je claimen, oh baby, als je vrouw. Of kan ik je claimen? Is dat leuker? Kan ik je claimen, ja baby, want ik wil... Ik wil je claimen, vind ik sterker, want dan okay, geef cool. Je echt aanval. Oké, okay, ik wil dit, ja. Ja. Ik kan jou niet vergeten. Hey. Die zakken dag alleen zonder jou hier om me heen. Ik wou dat ik kon zeggen, schat, ga je met me mee? Hey. Dan kom jij. Yeah, my life, oeh. Ja, man, sick. Vind ik dope, man. Schat, ik vind je lief. Oeh. Aan jou in het oog en raak je niet kwijt. Ze kunnen zeggen wat ze willen. Oh, G. My G. Sick. Hey, jullie zijn allemaal snel, man. Ik vertel je wat ik voel. Je hebt mijn hart blij. Ben mijn lover. Ik wil je niet met another. Ja, man, ik doop. Dag mensen of the good life. Hey. Yo. Hoe was het? Was het leuk? Ja, super. Ja? Zeker. En hoe is het hier? Goed. Goed? Ja, we hebben net een grappige rap battle gehad. Heeft Justin gewonnen? Ja. Heeft hij echt gewonnen? Hij kwam wel met harde bars. Dus ja. Maar Samir ook hoor. Samir ook. Dat had ik ook al wel verwacht, een beetje. Ja, maar we gaan wat moois maken ervan, man. Ja, man, dat geloof ik zeker, man. Is cool, bro. Blijf even contact houden, bro. Rustig aan, hè. Later. Fijne dag, hè. Yo. Jorike en Justin gaan een gezellige avond tegemoet. Spitter! Hun manager Daan heeft namelijk een optreden met zijn band Also en wil ze graag introduceren in de wereld van Schlager. Hallo. Voor de overgebleven dames van House of Talent de uitgelezen kans om het onzekere verblijf van Jorike te bespreken. Zij twijfelt namelijk of ze goed genoeg is om in het huis te blijven. Ik zeg je eerlijk, ik heb vandaag weer met gepraat. Ik weet het. Je komt er niet doorheen. Nee. 1, 2, Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja.
Over een kwartiertje gaan wij op het podium, dus goed voorbereid. Maar wat ze zegt ook van ja, ik weet niet of ik dit wel wil, ik weet niet of ik bekend wil zijn. En ik weet ook niet of dit het wel voor haar is. Jij muziekcarrière, moet je gewoon bam, weten wat je wil en dan gaan. Gewoon fully gas. Ik hoop gewoon echt dat ze denkt, dat ze nu gewoon denkt, oké, fuck it, ik ga het gewoon doen. Nee, en dan die knop omzet en gewoon gaat. Ze gaat misschien wel door, maar ze zal altijd blijven twijfelen. Ik denk dat het nog eens heel spannend kan worden wie eruit gaat. Want stel, het is gewoon Jorik en Samir, kan het ook Samir zijn die naar huis gaat. Alles verhoogt in een tempo, nu kan ik dromen van Lambo's. Nu motiveer ik mijn fans ook, zoveel lobby voor de fam ook. Dit is hem, man. Ja? Alright, flex. Maar ik zeg je eerlijk, Samir die laat het nou wel gewoon een beetje gebeuren, zeg maar. Hij is niet echt bezig met geld verdienen. Nee, dat is hij toch nooit geweest. Ik hou hier niet, maar ik ben al veren. Alles verhoogd in een tempo. Nu kan ik dromen van Lambo's. Nu motiveer ik mijn fans ook. Zoveel lobby voor de fam. Ja man, dit is echt shit wat ik voel, man. Ja, la 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 la. Maar dan doe je het toch gewoon nog een keer? Misschien is hij bang om dan te falen, dat het dan weer... Nou, liever geprobeerd en dan gefaald. True. Dan niet geprobeerd en vervolgens geen monies. En eruit. Je kijkt nog steeds naar House of Talent. Ruby is vandaag vroeg op voor een hele belangrijke dag. Een paar dagen geleden kregen de artiesten een vette boost voorgelegd. Beste artiesten van House of Talent. Eén van jullie krijgt de kans om House of Talent te vertegenwoordigen bij de MIP. In Frankrijk, in Cannes. Het is van essentieel belang dat jullie unaniem één iemand kiezen die House of Talent zal vertegenwoordigen. Jullie krijgen hier precies 1 uur de tijd voor. Ruby. Ik wil Ruby. Ik wil hem ook gewoon hebben, klaar. Ik wil hem zelf. Samir, kom op. Ruby. Ja? Neem je wat lekkers mee uit Frankrijk? Ja. Ze vertrekt dus naar de MIPCOM, de televisiebeurs in Cannes, waar de grootste televisiemakers ter aarde bij elkaar komen om programma's internationaal te verkopen. Hier mag Ruby House of Talent gaan vertegenwoordigen met haar aanwezigheid en natuurlijk een live optreden. En daarmee komt voor haar een droom uit. Bram is nog diep in slaap, maar moet zich toch echt zijn bed uithaasten, want zijn familie staat voor de deur. En dat is voor de artiesten van House of Talent een bijzondere happening, want dit is een van de weinige contactmomenten. Nee, dat mijn familie is. Oh. Echt? Ja. Mooi man. Dat is ook lullig. Dan zie je Ruby niet. Hey, slaapkop. Hallo jongen. Hoi. Hey. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ik ben altijd eigenlijk het meest met Ruby aan het optrekken. Wil je wel als advies meegeven? Focus je op je eigen solo-carrière. En blijf sterk gefocust, want daar ben je voor gekomen. I know. Wij zijn elkaar zo erg aan het stimuleren in de muziek. Maar bijvoorbeeld zo van om misschien samen op te treden, zeg maar. Ja, nou, we hebben nu al 1 boeking. Oké, maar ik heb wel zoiets van, kijk, je moet jezelf niet op de achtergrond neergaan. Nee, sowieso. Nee, maar ja, daarom wordt het maar zo jammer dat ze hier nu niet is. Want dan had ze dat ook kunnen vertellen. Ze is nu naar Cannes. Oké, dus die is nou weg. Ja. Formidable. We zijn aangekomen op de airport van Nice. En kijk eens hoe cool. Het staat gewoon klaar. Ik heb er zin in. Het is heerlijk weer. Het is top. En er zijn palmbomen buiten. Een vette stad. Ik vind het eigenlijk wel een beetje vervelend dat je hier verliefd moet zijn in dit huis. Dat vind ik heel serieus.
Want je zit hier voor de muziek. Oh, zo, dat je het beter buiten had kunnen. Dat ja, je beter veel buiten... beter, ja. Alsof we je focus blijven houden. Ja, op ja nee, dat sowieso. Maar dat is wat ik jullie ook probeer duidelijk te maken. Ik hou mijn focus heel erg. Maar ik ben wel heel blij dat ik Ruby heb ook in huis. Niet alleen omdat ik een gevoel voor haar heb opgebouwd. Maar serieus, ook echt op muzikaal gebied hebben we superveel aan elkaar. Dat is echt heel fijn. We lopen nu langs de boulevard hier in Cannes. En mensen zijn aan het zwemmen zelf. Zo warm is het. En het voelt ook echt heerlijk aan qua temperatuur. Dit is mijn kamer. Wow. Wat een vet uitzicht. De haven. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier ben. Dear Ruby, special welcome to Cannes. Make it a night to remember. You will be great. With love, the team. Wow. Wat speciaal. Wat vet. Ik hou van je en ik heb het rat. Zeker. Fijn je gezien te hebben. Ja, de volgende keer kom je gewoon weer, hè? Hij doet het hartstikke goed, hè? Dankjewel, man. Dankjewel. Trots op. Ik hou van jullie. Daar is ie. Niet normaal hoe snel het voorbij gaat. Ja, niet normaal inderdaad. Jammer dat we ze niet eerst kunnen zien. Wow. Hè? Het is wel gezellig als ze een dagje afzonderlijk van elkaar zijn. Ruby heeft de familie van Bram helaas moeten missen. Maar voor haar is het absoluut geen straf om het huis uit te zijn. Ze mag alvast soundchecken voordat de grote show begint. En dat gebeurt op een wel heel mooie locatie. We zijn nu net klaar hier met de soundcheck op deze super mooie locatie hier in Cannes. En het geluid klinkt heel goed. Ik heb er zin in. We gaan nog eventjes rustig aan doen. We gaan nog even chillen, even omkleden. En dan zijn we zo direct ready voor de show. Ik weet nu wel iemand die in Frankrijk is. Dan zou ik heel graag een serre mee willen zien. Oké. Okay. Frisse morgen in Parijs. Oh my business. Maar niet uit. Ik zie de meest mooie Franses. De boem hoge hakken. Ik weet niet wat ik zeg, ik zeg bonjour mon amour, maar quand c'est tu es très belle, zij zegt, praat Nederlands met me. Nou, hier kan ik wel aan wennen hoor. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daar samen landen op Schiphol. Singer-songwriter Ruby Prophet, already more than a decade active in the music industry. She wrote multiple songs and toured with various artists. But now, ready to kick off her own solo singing career, she's here to give her most thrilling performance yet. Talpa proudly presents Ruby Prophet. Julia en Bram hadden een hele goede vriendschap, maar sinds hij zo close is met Ruby, heeft Julia het idee dat deze een klein beetje bekoeld is. Ik zag je voor het eerst weer zingen met Bram vandaag. Ja, ik zag Bram voor het eerst weer vandaag. Ik spreek hem nooit meer als Ruby hier is. Wat helemaal niet erg is, hoor, want ik gun hem alles, maar het is wel een feit. Oh, op die fiets. Well, I found love for me. Darling, just die fighting. Follow my lead. Talpa proudly presents Ruby Prophet. Oh,
Misschien moet je gewoon eens met hem praten of zo dan toch? Of heeft dat geen nut of zo? Er is ook niks aan de hand tussen ons. Alleen het ding is, ik spreek hem gewoon veel minder dan dat ik hem buitensprak. Dus ik vind het alleen maar leuk dat hij nu Ruby heeft. Alleen ik heb wel zoiets, jezus, je bent wel heel erg klef. Listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Ik ben zo blij dat ik deze boost heb gewonnen. Woo! I'm queen of the world! Woo! What? We hebben een mail van Ruby vanuit Frankrijk. Een mail van Ruby vanuit Frankrijk? Ja. Really? Ja man. Ik ga even iedereen halen om ernaar te kijken. Dus allemaal alright. Foto's en zo. Ja. Damn. Let's do this. Zou jij daar niet graag moeten willen zijn? Kerel, wat denk jij, ouwe? Morgen in House of Talent gaan artiesten Bram en Ruby een stapje verder. Heb je al een beetje leggen rampen tampen? Drukken. Ik kan me voorstellen dat je totally in love bent, maar het moet echt even scherp zijn. Het gaat gewoon echt niet goed. Ain't nobody loves me better. A million eyes to watch me burn.